Lego heeft iets nieuws en dat is een samenwerking met Nintendo voor Lego Super Mario. Het is onlangs uitgekomen, het ligt nu in de winkels. En mocht je naar de winkel gaan rennen en zo'n starter kit gaan halen en misschien nog wat uitbreidingspakketten, wat kan je dan een beetje verwachten? Nou, wil je er überhaupt mee gaan spelen, dan heb je sowieso de starter kit nodig. En dat is deze. Hierin zit een paar bouwonderdelen met bijvoorbeeld de Mario die je echt nodig hebt voor het spel. Ik zet hem even neer, anders blijft hij herrie maken. Een paar kleine personages die we kennen uit de wereld van Mario. Een paar platformen, zodat jij al kan spelen met Lego Super Mario. Maar als je dit openmaakt, dan merk je al snel van, hey, er zit niet zoveel te bouwen in, want het is vooral spelen. En hou er rekening mee dat deze Lego Super Mario dan ook vooral voor een jongere doelgroep is. Er zit geen gebruiksaanwijzing bij, want alles werkt via de app. Die installeer je op je telefoon, werkt op iPhone en op Android. En wat je dan als eerste doet, je gaat je Mario popje graag in elkaar zetten. Nou ja, dat is zo gepiept. Druk je op start en dan kom je dus in het menu van de app die je nodig hebt. Want als je wat wil gaan bouwen, dan doe je dat vaak met een gebruiksaanwijzing. Nou, zei ik net ook al, veel bouwen is er niet, want er zitten niet heel veel steentjes in die starter kit. En het wordt vooral een beetje overgelaten ook aan je eigen fantasie. Natuurlijk kan je zelf kan je precies nabouwen wat er in de app staat. Maar je kan natuurlijk ook je eigen platform en elementen, je eigen levels ontwerpen van Mario. Laten we eerst even kijken naar die app, wat je er allemaal krijgt. Het heeft drie opties. Natuurlijk helemaal bovenaan verbindt Lego Mario. Dan verbind je deze Mario met de app. Het heeft de gebruikshandleidingen van alle sets die er zijn. Die kun je hier vinden. Dingen die je gebouwd hebt kan je delen met andere mensen. Dus jouw beeld kan je sharen. Je kan ook kijken dus wat andere mensen hebben gebouwd. Je kan hier tutorials volgen. Wat je allemaal kan doen met bijvoorbeeld Mario, de platformen, hoe het allemaal werkt en wat je allemaal uit de starter kits en de andere kits kan halen. En hier kan je ook nog jouw collectie delen van hey, wat heb ik gebouwd, dit wil ik delen met de wereld. Of kan je eigen bouwsels kan je bewaren. Hartstikke leuk natuurlijk. Maar belangrijk is natuurlijk ook dit popje. Het Mario popje. Je zet hem aan. Er zitten twee knoppen achterop. Bluetooth sync en een aanknop. Mario, die zoals je hieronder ziet, heeft sensoren. Daarmee herkent hij kleur. Dus bijvoorbeeld blauw en rood. Als je hem op blauw zet, nou, ik heb hier wat blauws. Dan herkent hij water. En als je hem op rood zet, ik heb hier wat rood. Dan krijgt hij het warm onder zijn voetjes. Ziet hij vuur. Maar hij herkent ook de barcodes die je op je bouwsels hebt staan. Dus als je hem daarop zet. Nou, hier bijvoorbeeld een vraagteken. Nou, ik heb nu een paddenstoeltje. Zo werkt dat een beetje. Je kan hem ook plat leggen, gaat hij slapen. En als je gaat springen, doet hij dit. Nou, dan ga je bouwen. Je eigen Mario leveltje ga je bouwen. Je kan een heel mooi bouwsel voor hem gaan maken. En dan begin je hier, bij de pijp. Zet je hem in. En dan zie je, zeg je al, here you go, begint het iconische muziekje. En dan krijg je dus 60 seconden om door jouw level heen te gaan banjeren, springen, wat je wil gaan doen. Je gaat munten scoren door op vijanden te springen. Kijk, mijn punten halen. En op het einde kom je natuurlijk bij de vlag. En dan zie je hoeveel munten je hebt gehaald. Als je dit Mario figuurtje hebt gezinkt met je app, dan zie je het ook terug in de app, hoeveel munten je in totaal hebt gehaald. Dus dat houdt hij allemaal netjes bij. Als je je level uit wil breiden, kan je natuurlijk extra kits kopen, zodat je je level of je Mario bouwsels groter kan maken. Je kan ook extra vijanden halen, andere personages kan je erbij doen. Maar het spelen, dat gebeurt dus door de wat jongere bouwers. Ik heb twee van die kleine bouwers hier rondrennen thuis. Eentje is 4, eentje zijn 2. Eigenlijk zijn ze nog te jong, maar ze herkennen het wel. En vooral die van 4, die vond het prachtig, dus die wilde hier keihard mee gaan spelen. En dat heeft hij ook gedaan. Ze vinden het wel echt heel leuk, omdat, zoals ik net ook al zei, heel veel jonge kids kennen Mario natuurlijk. Het is een herkenbaar personage. Er komt geluid uit, herkenbare geluidjes die iedereen kent.
En je ziet ze ook echt, mijn kids in ieder geval, die waren ook echt Mario levels aan het naspelen. Gewoon hun eigen avonturen waren ze aan het bedenken, hoe ze door zo'n level heen gaan. Dus ze zijn wel echt een eigen verhaal aan het verzinnen en creatief bezig met het bouwen van een eigen Mario level. Dus dat is sowieso wel heel erg tof om te zien. En dan komen we aan bij de prijs, want zoals ja, bijna elke Lego set, ook deze is niet goedkoop. De starter kit die je sowieso nodig hebt, want je hebt Mario nodig. Deze is al €60. Dan heb je de basis. Er zit niet heel veel in, maar je kan wel even spelen. En dan kom je al gauw bij de uitbreidingspakketten. Nou, die hebben al verschillende prijzen. Je hebt hele grote, die zijn 90 tot €100. Je hebt kleinere van 60, 50 en 40. Deze is volgens mij 20 zo uit mijn hoofd. Dus dat is nog wel een prima prijs. Dus ja, het is prijzig, dat is het wel, maar ze vinden het wel echt heel leuk. Want ook toen ze 's ochtends, zaterdagochtend uit bed kwamen, het eerste wat ze gingen doen was niet naar de televisie rennen, maar naar deze set, Lego Super Mario, om hiermee te gaan spelen. Dus ja, dat zegt ook wel iets. Als Lego en Nintendo iets doen, doen ze het goed. En dat hebben ze ook wel echt met deze Lego Super Mario gedaan. Het ziet er sowieso heel erg cute uit. Deze is sturdy, stevig. De bouwsels, ja, die willen we nog wel eens een keer in elkaar storten als er hard wordt gespeeld. Maar het kan ook niet anders. Dus ja, het is echt wel nice. Het is echt wel tof. Het is alleen een beetje prijzig. Dat wel.